Oké, ik heb drie hele opties op dat moment. Eén, er gaat gebeuren met Slane wat ook met de Head of Into is gebeurd. Hij verdwijnt, om zo maar te zeggen. Twee, het bouwbedrijf wordt door mij aangevallen in de zin van TNT. Of drie, ik moet het toch samen met de gang gaan doen. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindopia. Ja mensen, de afgelopen tijd hebben wij het niet helemaal goed voor elkaar gekregen om natuurlijk Slane kei en kaart aan te pakken dat hij natuurlijk achter de tralies kwam. We hebben een aantal stappen terug moeten doen, maar je weet wat ze zeggen mensen. Eén stap terug, twee stappen vooruit en dat gaan we ook zeker doen. We gaan door met hetgeen om natuurlijk Slane achter die tralies te krijgen. Want wat ik ook al heb gezegd, door Slane uit de weg te ruimen, ja, hebben we er minder aan. We moeten hem achter die tralies zien te krijgen dat hij lang vast zit. Kunnen we hem uitlachen, kunnen we hem intimideren. En loopt hij natuurlijk enorm veel geld mis, status, wat dan ook allemaal. Kortom, we moeten hoe dan ook ons daarop gaan focussen. Wat ik nu ga doen mensen is het volgende. Ik kom net vanuit de city. Ik heb net even bij het bouwbedrijf bij hem gekeken hoe en wat allemaal. Er is daar wat bedrijvigheid. En dan in de zin van er wordt gewoon gewerkt. Het is gewoon een werkdag. Er wordt wat gebouwd hier en daar. Er is wat aanvoer van vrachtwagens. Volgens mij, als ik het goed zag, was er ook licht aan op het kantoor waar hij zit. Dus als het goed is zit hij daar. Wij gaan nu naar de Kaap toe. Of in ieder geval, daar zijn we natuurlijk al. Maar naar mijn fabriek in de Kaap moet ik eigenlijk zeggen. En we gaan ten eerste kijken. Maar goed, ik zie het van de Vira of er iets meer is gerepareerd. Maar dat ziet er nou uit van niet. Oké, dit is allemaal nog behoorlijk kapot. Nou goed, oké. Maakt niet uit. We gaan dan ondertussen mensen mijn spullen pakken. En die natuurlijk veiligstellen in mijn huis. In mijn topje. Wat natuurlijk cultureel erfgoed is. Kortom, als je dat aanraakt, sloopt, et cetera, zit je 100% vast. Kortom, heel erg dom als je dat gaat doen. En in de tussentijd mensen, heb ik nagedacht. Nagedacht over een nieuw plan om Slane achter de tralies te krijgen. Heb jij er nou vandaag zin in, mensen? Klik natuurlijk allemaal lekker dat duimpje omhoog gaan. Laten we gaan voor de 300 likes. En ben je nieuw, abonneer, welkom. En dan ga ik jullie vertellen, mensen, hoe het misschien mogelijk gaat zijn op een vrij simpele manier om hem achter de tralies te krijgen. Laten we vooropstellen, mensen, met natuurlijk hetgeen wat ik ook al zei. Hem uit de weg ruimen is natuurlijk een beetje te makkelijk gedaan, omdat hij heeft er dan geen last van wat er kan. Maar ik wil hem natuurlijk zien, nou, niet lijden, maar ik wil hem wel zien vastzitten en een beetje op die manier kunnen uitlachen. Hey, you get what I mean. Nou is het natuurlijk zo dat, ja, de politie heeft natuurlijk het hele onderzoek gewoon zwaar opgefokt. Dat weten we inmiddels. Maar goed, so be it. Ik heb wellicht wel de politie weer nodig. Wat het namelijk is, mensen, ik ben natuurlijk bezig geweest om al heel wat spullen, hè, naar het huis te brengen. En we gaan nu nog even een run doen met spullen. We nemen er even allemaal dingen mee van, ja, verboden geld tot aan een grote lading drugs wat nog over is gebleven van tijd van Melissa, dat zij hier een wietplantage had. Maar goed, maakt helemaal niet uit. Aangifte neem ook mee. Het heeft wederom te maken, mensen, met de kleding. Want wat er natuurlijk is, en ook toen ik natuurlijk al een keer eerder bij hem op bezoek ben geweest, had hij het natuurlijk over dat hij had nog een kledingsetje. Het was, ja jeetje, koningsblauw met iets van gele schoenen. Ik weet niet eens wat het is. Misschien was het wel Nero of in ieder geval, het leek sprekend op het Cutraxia setje. Ik bedoel, sure, er zat een hele, maar ook echt een hele kleine kleursverandering in, waardoor je het misschien, als je er heel lang naar zou gaan kijken, zonder natuurlijk het labeltje te lezen, het misschien zou kunnen zien. Maar als jij er, ja, snel langs zou lopen en zo zeggen van, oh, kleding, oké, leuk, dan valt het, in my opinion, niet eens op. En daar wil ik iets mee gaan doen, mensen. Want ik zat te denken, oké. Deze kleding die ik hier nu heb, sure, dat is 100% verboden, dat weet ook iedereen. Ik bedoel, je kan als gewone burger, of je nou een bouwbedrijf bent, of je nou weet ik veel wat bent, je kan niet met politiekleding rondlopen. Dat is gewoon verboden, dat weet iedereen. Of het nou doorverkopen is wat verboden is, of het hebben, het kan gewoon niet. Weet je, dat is gewoon niet mogelijk. Dus het hebben daarvan is in die zin al strafbaar. Nou is het natuurlijk zo, en dit is een klein lastig puntje, maar ik denk misschien met een goed gesprek dat het moet gaan lukken. Heb ik toch die vervelende politie wat dat betreft nodig, die natuurlijk het onderzoek heeft, ja, gedaan, dicht gedaan wat ook allemaal. Ik moet ze eigenlijk zien te overtuigen om het de zaak eens te heropenen of opnieuw in te zien of you get what I mean. Maar wat ik namelijk voor een idee heb, mensen, is wat nou als deze kleding gewoon echt in Slane zijn huis is? En dan je denken, Duffy, ja, maar hoe dan? Ga ik jullie uitleggen, want en daar heb ik ook die politie voor nodig, want de politie weet natuurlijk van ons. Die weet van het eerdere probleempje tussen ons. Die weet natuurlijk ook van de kleding, die hebben het ook gezien. Ze zijn er op zich naar op zoek geweest. Alleen het moest stoppen, om zo maar te zeggen. Oké, voor de mensen. Het plan wat ik heb om ervoor te gaan zorgen dat Slane 100% wordt opgepakt,
Is als volgt. Oké. Wat de bedoeling is, mensen, is... Het is een beetje gevaarlijk, maar het moet lukken. De bedoeling is als volgt, mensen. Ik moet ongezien in Sleens naar huis zien te komen. Of dat nou via het dak is, via de voordeur is, via... Ik weet niet of het een kelder is, maar you get what I mean. Maakt helemaal niks uit. Ik moet gewoon ongezien naar binnen komen. Wanneer ik daar binnen ben, moet ik naar zijn kledingkelder toe gaan. Want die heeft hij daar. En daar heeft hij natuurlijk allemaal armor stands staan met kleding. Ik moet ervoor zorgen dat ik... het goede setje, om zo maar te zeggen. Dus het koningsblauw met weet ik wat voor schoenen dat zijn. Die moet er ook ergens hangen. Die neem ik zelf mee. En ik hang deze kleding, dus de politiekleding die je ziet, hang ik gewoon op die armor stands daar. Wat dan heel de trick gaat zijn, is... Ik ga er niet met hem over praten. Ik ga het niet meer over die kleding hebben. Nee, helemaal niks. Het moet gewoon allemaal ongezien als een soort van ghost. Quick in. Om zo maar te zeggen, de kleding plaatsen en weer quick eruit. En op dat moment moet ik gewoon normaal blijven reageren. Misschien moet ik ook niet meteen doen, maar moet ik gewoon even rustig doen. Laat ik eerst hem misschien wel mijn fabriek repareren, wat ook allemaal. Daarna ga ik naar de politie en moet ik zeggen van jongens, volgens mij heb ik een lead op waar de kleding kan zijn. Het is gejat of wat ook allemaal. Want dat is natuurlijk wel ook een beetje het alibi wat ik heb gebruikt. En dan kan ik natuurlijk zeggen van goh jongens, luister, het is daar en daar. Ik kan coördinaten gaan geven, wat ook allemaal, of iets in die trend. Als ze nou dat huis ingaan en letterlijk in de kelder vinden ze deze kleding, ja, dan is hij natuurlijk screwed. Het zit op zijn plot. Tuurlijk, er wordt een onderzoek naar gedaan. Tuurlijk kan je zeggen, ja, en camerabeelden en weet ik het allemaal. Heel simpel. Hij heeft natuurlijk ook met aan mijn camerabeelden lopen klooien in de Kaap. Ik moet gewoon eventjes een beetje vooronderzoek gaan doen. Kijken waar bij zijn huis camera's zijn. Die moet ik zien uit te schakelen. Dan moet ik gewoon daar de boel op gaan hangen. En ja, er zou waarschijnlijk spooronderzoek worden gedaan of wat ook allemaal. Mijn sporen zijn toch gewoon in het huis te vinden. Ik bedoel, op de deur zijn mijn sporen te vinden. Op stoelen zijn mijn sporen daar te vinden. Waar niet. Dus het is helemaal niet gek als mijn sporen daarop te vinden zijn. Deze kleding heb ik zelf in handen gehad. De politie ook. Sleen in die zin ook zitten zijn sporen op. En wanneer ik gewoon voor zorg dat zijn... Ja, koningsblauw noem ik het maar even. Kledingsetje weg is. Als in, ligt gewoon in de kist. Voor de rest niks. Maar de politie komt en ze zien dit. Dan moet hij toch in my opinion mee worden genomen door de politie. En dat ze zeggen van, oké, meneer, we gaan dit nou toch maar eens eventjes verder onderzoeken. Want wat hier gebeurt, nou, dat kan echt niet. En op dat moment moet hij 100% worden opgepakt. Moet hij vast komen te zitten. Heeft hij een probleem? En kan ik alleen maar lachen. Ik bedoel, er wordt natuurlijk een onderzoek naar meer gesteld. Hoe kom je aan die kleding? Wat doe je ermee? En weet ik het allemaal. En op die manier moet hij worden opgepakt. Zit hij vast? Wordt hij voorgeleid? Ik denk dat dit best wel een strafrechtelijk iets is wat relatief groot is. Waar heb ik nou trouwens die schoenen gelaten? Heb ik die nou hier gewoon ingedaan? Waar zijn de schoenen van dit... Oh, die heb ik hier. Oké, there we go. Het is namelijk natuurlijk relatief best wel iets politiekleding. Ik bedoel, wel special wat dat betreft. Dus ik denk dat dit moet gaan werken. Het enige wat ik dus zei, mensen, is ik moet ervoor gaan zorgen. Ten eerste dat ik hier meer kisten krijg. Dat moet ik ook even gaan regelen, want ik heb voor mij in de tuin ook niks meer. Nee, want ik moet hier wel meer dingen kunnen opslaan. Oké. Dan moet ik er dus eventjes voor gaan zorgen dat ik dus zijn huis in de gaten ga houden. Dat is natuurlijk in downtown, dus daar gaan we nu ook gewoon letterlijk meteen naartoe. Gewoon te kijken van, goh, weet je, waar staan de camera's? Wat is erop te zien? Ik kan daar gewoon als burger rondlopen. Misschien doe ik het wel in mijn auto, rijken langs. Of vanuit de lucht pak ik een paar shots vanuit de lucht. Als ik weet waar die zijn, die moet ik targeten. Moet ik gewoon de schakelaar off-switchen of de hendel eraf roppen, wat ook allemaal. Naar binnen gaan, kleding jatten, kleding neerzetten. En dat gaat mijn plan zijn, mensen, om Sleen aan te kunnen pakken. Ik moet niet het groots gaan aanpakken met te veel kabaal en met te veel dingen. Leidt alleen maar af. Zorgt alleen maar voor dat mensen gaan praten. Noem het allemaal maar op. Het moet ook gewoon snel gebeuren. Het moet goed gebeuren. En vooral vrij clean. Dat er geen... Ja, niet te veel mensen moeten ervan weten. En noem het allemaal maar op. Nou ja, oké. Okay. Laat ik zo zeggen, mensen. Als dit niet gaat werken, dan heb ik nog twee opties. Optie 1. Ik ga naar... Nou, eigenlijk heb ik dan drie opties. Oké, ik heb drie hele opties op dat moment. 1. Er gaat gebeuren met Sleen wat er ook met de Head of Into is gebeurd. Hij verdwijnt, om zo maar te zeggen. 2. Het bouwbedrijf wordt door mij aangevallen in de zin van TNT. Of 3. Ik moet het toch samen met de gang gaan doen. Maar één van deze drie dingen gaat dan gebeuren, mensen, als Sleen. Hè? Dus, ja. Stiekem hoop ik oprecht wel dat de politie het gewoon doet. Want als de politie hem natuurlijk oppakt, dan komt hij gewoon vast te zitten. En dan, hè? Maar
Mocht het zo zijn dat deze een van deze drie dingen nodig zijn, dan zijn dat mijn backup dingen. Ik heb erover nagedacht. Dit zijn mijn plannen die ik heb. En ik ben bereid om ze uit te gaan voeren. Het is allemaal natuurlijk begonnen met het feit dat hij mij heeft bedrogen met een ladder setje. Terwijl we gewoon, ja, wat dat betreft gewoon goed waren. Het wordt nu echt tijd dat hij ervoor gaat boeten. En niet een weekje gaat boeten, maar echt een lange, lange straf uit gaat zitten. Voor nu mensen allemaal, enorm bedankt natuurlijk voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe het dan maar dat duimpje omhoog gaan klikken. Ben je nieuw, abonneer, welkom. En mensen, tot de volgende keer.